Maar krijg je hem nog een keer zo mooi? Ik geloof niet dat Tommy iemand is die ballen recht achter elkaar gooit. Zie je? En nu gaat Brenda Beers en hoppakee, binnen met een sliding. En dat is het eerste puntje voor Olympia. En nou kan ze hem er gewoon uitslaan als ze dat wil, Marielle. Ja, wat mij betreft. Ja, we hebben geen problemen. Oh, en daar is hij. Ja, maar vergis je niet, hè, die, waar mijn camera's los van hebben, bij die outfielders ook los van. Hij sprong er zo uit. Ja, wat wil je nou? Die handschoen, wat kun je eraan doen? Niks. Nee, niks. Niks. Oké. Okay. Lida verder op het derde honk. En dan gaat weer een bal. En nu gaat ze de handschoen ervoor houden. En er is Vies erbij. En die vangt hem wel. Maar daar is Brenda thuis. Een sacrifice fly voor City van der Zanden. RBI 1. En u wil het niet geloven. Ik geloof dat ik het deze keer goed heb gedaan. Nou. Ja, kijk maar. Ha. Nou. Nou, oké. Okay. Don't worry, be happy. Daarom. 22, de kans. En Lisa, aanslag. Daar komt die pitch. En die gaat... Oh, dat wordt helemaal niet ongepakt. En daar is weer een punt gescoord aan u. En dat is Jesse van Aalst die daar binnenkomt. En dat is 3-0. En ja, hoe moet ik dat zien? Is dit een wilde worp of is dit een doorgeschoten bal? Ik heb geen idee. Nou. Komt-ie. En nu Elsa, ja raak, en dat is 2 punten voor Quillen Dix en Olympia, hoppakee. En is het gewoon 5-0. En laten we hem nog even zien. En maakt Quillen het helemaal waar met haar slagbeurten hier vandaag. De laatste wedstrijd hier. Oh, die gaat weg hoor. En die gaat ver weg. En die komt bij Wies lichtvoet. Nee, die heeft hem niet. Tegen het hek aan. En dat is een punt binnen. En Rachel gaat naar de derde honk. En stand-up triple voor Rachel van Veen. Is het een bird? Is het een plane? No, it's Rachel van Veen. En, ah. ik heb die actie van Wies daar in dat hek. En ik doe hem even in slow motion. Kijk eens even. Kijk eens even. Wat een... Fantastische actie. Ja. Maar goed, het mocht niet zo zijn. Nee. Even kijken, want dan komt nog een beetje de andere kant op. En ze heeft zich pijn gedaan, denk ik. Ja, dat denk ik ook hoor. Hey. Maar goed, ze had de warning track, dus ze wist wel waar ze was. Maar ja, maar dat wordt binnen. En ook Brenda op het derde honk. Stand up! Triple voor Brenda Beers. En we lopen uit. Ik bedoel, Olympia loopt uit naar 8-0. Mag ik weer zeggen? Ja, ik mag weer zeggen. Cindy van der Zanden is de volgende. Ik kan er niks meer aan doen. Ik kan een beetje achter de balken verschuilen. Goed, komt de volgende pitch. En nou, die is wel weg. Die gaat weer richting Wies, maar die valt... Ja, die is goed. Die is goed. En dat is een stand-up... Nee, geen stand-up triple, maar wel een triple. Goed zo. Nou, die gaat precies daar in het hoekje. Dat gaan we zien aan de linkerkant... Daar gaat hij. En daar is weer niks aan te doen. Het is een hele beste tik daar van Cindy van der Zanden. Van Shomaira. En tik. Nou, dat gaat niet gebeuren. Oh, er wordt een gemist daar. En die safe. Ja. En een punt. En dat is 10-0. En nou wordt het een bedenkelijke zaak. Ik heb nu geen beeld meer op mijn replay. Wel toch? Ja, kijk, en daar, ja, en dan is het. We beginnen met een slag. En de volgende pitch. Tak, en die is weg. En die wordt prachtig gepakt naar de Quillen Dix. En die gaat naar 5 na 3. En dat is einde wedstrijd. 10-0 na de top 4. En kunnen we zeggen dat we een... mooi spelend, goed spelend Olympia en in, zeker in die tweede wedstrijd hebben gezien. Roef die met opgeheven hoofd kan zeggen dat ze een prachtige wedstrijd hebben gespeeld in die eerste match 1-2. En wij kunnen zeggen dat we volgende week zijn bij de Holland Series, bij Sparks.
Daar zijn we, ik zeg altijd alvast maar even tegen Sandra, tegen een uur of negen. en dan gaan we de boel daar inrichten. Van de maandag zenden wij de beslissingswedstrijd in Heren Softball uit. Vanaf het veld van Akmania Victrix. En dat is de wedstrijd tegen de Venep Flyers. En dat gaat over het kampioenschap van Nederland. Kobus zal er niet bij aanwezig zijn. André Prins gaat het commentaar verzorgen. En gisteren hebben we dat ook gedaan bij een andere wedstrijd van de Heren Softball competitie. En ik kan u verzekeren, dat is spektakel. Kijken! Goed zo! Mensen, goed weekend verder!